Komende zondag is het weliswaar Pinksterzondag, maar dan trekt ook, voor de 57ste keer in de huidige vorm, de stadsprocessie door de binnenstad. De basis van de stoet is het uitdragen van het katholieke geloof, waarbij het tonen van het Allerheiligste, de gewijde hostie, het belangrijkste is. En ook dit jaar zijn er weer veel vrijwilligers bij betrokken. Als we dit weer hebben zoals we nu hebben, dan schatten we tussen de 500 en 600 man. Wordt het wat mooier weer, dan denk ik toch dat we 800 man gaan deelnemen aan de processie. Dus dat zijn niet de toeschouwers. En doen die het verhaal dan uit geloofsovertuiging of om een traditie in ere te houden? Ja, ik denk dat het wel vanuit nog gedeeltelijk uit het geloof is. Want je bent niet lid van een broederschap zomaar omdat je ouders dat deden. Of dat je hebt daar wat mee. Dat is een innerlijke, intense beleving. En iedereen draagt dat dan uit. Hè. De diverse broederschappen die we hier in Maastricht kennen, ja, die zijn toch nog wel behoorlijk aanwezig. Naast het Allerheiligste zijn ook de diverse meegedragen borstbeelden belangrijk voor het uitdragen van het geloof. En na een jaar van afwezigheid vanwege restauratie gaat ook de buste van Sint Servaas weer mee. Ja, gelukkig. Ja, dat heeft was spannend. Zeker ook vorig jaar. Maar zoals we hem nu al zien, hij heeft nog nooit zo mooi geblonken, zeg ik wel. Ja. Eigenlijk zou hij vorige week ook mee zijn gegaan in de bronprocessie. Ja, maar ik denk dat we het vanuit onze parochie toch wel het mooier vonden als we hem aan de stad het eerste gaan laten zien. En dan volgend jaar gaat hij sowieso weer mee naar de bron. Toch is het niet alleen pracht en praal, zoals het door de buitenwereld vaak wordt gezien. Wij zien het toch wel iets als een stuk erfgoed. En een erfgoed dat je in stand moet houden. Ik denk dat al die pracht wat we hier zien meer geschiedenis kent dan menig een in zijn persoonlijk leven heeft ervaren. Dus ja, het is prachtig om te zien, maar als we het niet meer zouden hebben, wat hebben we dan nog aan pracht? De stadsprocessie van de Servaas naar de Sulvrouwe zorgt niet alleen voor verbinding binnen de parochies, maar is dit jaar ook een opmaat naar de heiligdomsvaart van volgend jaar. Die we iets anders gaan doen dan we de voorgaande heiligdomsvaarten hebben gedaan. Toen was het eigenlijk een periode van 10 dagen. Is het nu nog steeds, van 12 juni tot en met 22 juni. Alleen we starten nu al vanaf 6 september. En dan gaan we eigenlijk een heiligdomsvaartjaar in. En ja, het thema, wees een bruggenbouwer. Ja, dat proberen we ook met deze stadsprocessie weer te gaan uitdragen. De heiligdomsvaart wordt nog groter dan dit. Breder. Grootser hopen we, want je bent ook afhankelijk van de deelnemers en de participanten. Maar we proberen er wel wat verder te trekken dan alleen maar de stadsgrenzen. RTV Maastricht zendt de stadsprocessie komende zondag vanaf 11:30 live uit.